carnaval in Mil, Langeboom, Sint-Hubert en Wilbertoord. Dat is altijd supergezellig. Maar wie zwaait de scepter? Wij laten je kennis maken met alle carnavalshoogheden. Welkom dames en heren, hartelijk welkom hier in cafézaal Eterij Libre aan de Langeboomseweg in Mil. Het is vandaag zondag 12 november, gisteren was het de 11e van de 11e. Dus op heel veel plekken verschenen de nieuwe dorstlustige hoogheden. En zo ook in Mil, Langeboom, Sint-Hubert en Wilbertoord. En als Nijkrant en Omroep Land van Kuik wilden we graag kennis maken met die dorstlustige hoogheden. Dus dat gaan we vandaag doen. Meteen de dag daarna. En bij sommige prinsenparen, narren en jonkers is dat straks misschien nog wel te horen. Maar daar gaan we afwachten. De 12e november, al meteen een paar uurtjes geleden dat ze verschenen. Prinsenpaar en de narin van Wilbertoord van de Klotstekers zitten bij ons aan tafel. En Giel, prins Giel, prinses Simone en narin Sanne. Giel, ik ben blij dat je op tijd bent, want ik begreep dat een van de aanwijzingen is dat je niet meteen de eerste bent. Alhoewel je wel Giel de eerste bent, toch? Dat klopt, maar ik werd netjes opgehaald. Oh, dat is een toverwoord. Ophalen, dan komt hij op tijd. Ja. Hey, om te beginnen van harte gefeliciteerd met jullie uitverkiezing tot prinsenpaar van de Klotstekers. Ja, zoals gezegd, we gaan even nader kennis maken. Giel en Simone Bongers. Iedereen wil graag meteen weten, van wie is er de ene, die Giel? Van Theo Bongers uit Wilbertoord. Ja, en Simone niet geboren en getogen in Wilbertoord, hè? Nee, ik kom uit Volkel. Ik ben een dochter van Jos en Minette Derks. Ja. En wat ik begreep, geen vreemde in het carnaval. Het carnavalsgevoel. Nee. Van het vertellen? We moeten er altijd bij zijn, ja. Ja? Anders ga ik het niet durven. En daarin ook groot geworden in het carnaval, begreep ik. Zeker. Ja. Sanne, en wat we straks ook gaan merken in alle interviews, is dat er een behoorlijke verbinding zit tussen alle carnavalsclubs en dingen. Sanne Gene, ook geen onbekende in het carnaval? Nee, als papa en mam die zijn ook echt carnavalsspelers en daar zijn we wel mee opgegroeid. Ja, en ook het prinspaar geweest? Ja. Wanneer was dat? 2012. 12. Ja. En jouw vriend was weer nar in Sint-Hubert. Ja. Ja. En die heeft het gemaakt, Niels. Ja. En we hebben straks nog een aantal Nielsen. Dus dat wordt nu waar. Maar laten we eens even teruggaan naar het moment van vragen, Giel. Hoe is dat gebeurd en wanneer gebeurde het? Ja, dat was ergens in augustus. Maar dat weet ik eigenlijk niet meer precies welke datum. Maar ik was de hek aan het knippen, dus ik stond boven op de ladder. En toen belde Vorst Willem. En die zei eigenlijk alleen, ja, met Willem, je weet wel waarvoor ik bel. Ja. Toen zei ik, ja, ik ben bang voor wel. Ja. En toen? Ja, toen kwam toevallig nog de buurman naar de trap toegelopen. En die begon ook nog te buurten terwijl ik met Willem aan telefoon stond. Dus ja. Moest ik er nog even omheen lullen. Ja. Maar dan ja, kun je niet meteen ja zijn. Moet natuurlijk eerst even met Simone overleggen. Dat moest ik nog even met Simone overleggen. En dat duurde nog tot 's avonds toen we in bed lagen eigenlijk, dat ik dat pas overlegd heb. Ja. Vertel eens Simone, hoe ging dat? Ja, niet gewoon gelachen. Alleen het overleggen is voldoende. Nee, we hebben eigenlijk nog lekker in de tuin gezeten samen, hè, met z'n tweeën. Dus toen heeft hij dat niet verteld. En ik gebruik slaapmedicatie, die had ik net ingenomen. En toen... Dat duurt het meestal niet heel lang. Goed moment. Ja, voordat ze slapen. Ja. Nee. Toen zei Giel... Oh ja, trouwens, Willem had gebeld met de vraag of wij prinsenpaar willen worden. Ja. Dus toen zei ik... Ja, nee. Leuk dat je dat nu zegt. Ja. Dus toen kon ik wel gaan slapen en Simone niet. Nee. Die lag er toen wakker van. Ja, maar dat was wel al meteen duidelijk. Die zei, ja, dat gaan we doen. Was het er al ooit over gegaan in Huizenbongers? Ja, dat stond wel... Ja. Ik heb wel eens begrepen van prinsenpaar dat het zelfs een soort huwelijkse voorwaarde was. Dus als we ooit gevraagd waren, doen we het, anders ga ik het niet deuren, het hele huwelijk. Maar dat was bij jullie niet. Nee, dat niet. Nee. Nou, ik was meteen heel enthousiast, maar Giel die had zoiets van, ja, we moeten wel even erover nadenken. Ja. Voor de volgende. Ja. En hoe lang duurde dat? Ja, een half minuut. Nee, een week denk ik. Ja. Zoiets. Nou, en dan uiteindelijk is het ja-woord eruit. En Sanne, bij jou? Ik had een gemiste oproep toen ik op de Zwarte Cross was. Oké. En toen kreeg ik een appje van, goh, kan ik je even bellen voor de dansgarde?
als smoes. Toen zei ik, ja, als het geen haast heeft, dan bel me als ik thuis ben van de Zwarte Cross. En zodoende, dinsdag nadat ik thuis was gekomen, belde Willem. Ja. Ja. En ook meteen ja, of ook even nadenken? Nee, ja, ik werd een beetje overvallen, want ik had een telefoontje over de dansgarde verwacht. En ja, toen moest ik er ook even over nadenken en vrij snel wel besloten. Ja, ja. Jullie weten het dan niet van elkaar, toch? Nee. Nee. Want wanneer wisten jullie van elkaar dat jullie de koninklijke, de carnavalshoogheden zouden worden? Gisteren op de locatie waar we gingen omkleden. Dus dat was rond 9:30. Oké. Okay. En want je hebt er natuurlijk van te ver over nagedacht, Sanne. Jij dacht, wie zou het worden? Ja. En wat dacht je? Nou, toen ik mijn pakje ging passen, toen kreeg ik de allereerste hint van Willem voor het Principaat te horen. En toen zei ik meteen, ja, Giel en Simone. En toen zat ik gisteravond bij Marcel in de auto, die kwam mij ophalen. En ja, wie denk je dat worden? Ja, Giel en Simone. Dus de eerste ingeving en de laatste ingeving was goed. Ja, en bij jullie? Jullie dachten al meteen, dat wordt Sanne? Nee, nee. Bij ons was het nog heel breed en we hadden niet echt een idee. Nee. Ik heb gisteren het speuren zitten luisteren met Ian en Tom, maar... Ja, het was volgens mij niet echt een verrassing, want jullie naam doet best al een hele tijd de ronde, toch? Ja, dat klopt. Normaal zijn de hints heel ver gezocht. En wij vonden het leuk om de hints wat sterker erbovenop te leggen. Ja, 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 dus ja. Dat heeft ook wel geholpen dat we redelijk verdacht werden. Ja, want laten we eens even naar de aanwijzingen kijken. De eerste, biertje. Nou ja, dat is denk ik niet zo moeilijk, hè? Nee, ja, Brabant Hop. Ja, ik ben hopboer. Ja. Dus dat heeft wel redelijk met bier te maken. Ja, ja. En de andere aanwijzingen, want waar vonden zelf sterke of leuke, of die juist op een andere manier werden uitgelegd door de speurders als die jullie hem bedoeld hadden? Nou, we hebben gisteren het speuren niet gezien, want wij hebben tot 9:15 in de kroeg gestaan in Volkel. Dus dan waren we vast aan het indrinken als goede smoes en om de zenuwen een beetje in bedwang te houden. Ja. Dus we hebben gisteren niks van het speuren meegekregen. Maar de weken ervoor natuurlijk wel. Ja. Wat die aanwijzing van die spelletjes, Simone? Want die sloeg vooral op jou volgens mij. Speelt een spelletje. Dat is vooral eigenlijk omdat ik volleybal, ik speel toneel, ik speel gitaar, piano. Ja. Dus er zijn veel spelletjes. Ja. Gezelschapsspelletjes vind ik ook leuk. Ja. Dus die was best wel... breed. Ja, dat was goed uitleggen. En die van jou, Sanne, want toen ik jou gisteren op de radio hoorde, ik denk, ja, eerst dacht ik, volgens mij wordt het. Maar toen gooide je toch ook alweer een heel eind weg. Ik denk, nee, die wordt het niet. Doe er ook iets in de toneelclub toevallig? Nee. Okay, nee. Ja. Mag wel, we zoeken nog wel leden. Ja, zie je. Ja, nou, dat is hartstikke goed. Dat is hartstikke goed. Want jouw aanwijzing, moet je die ook zelf mee bedenken? Ja, ik heb wel meegedacht met Willem en Marcel, ja. Ja, en welke vonden zelf het mooiste? Of het origineelste? Of dat je dacht van, de raaien ze nooit? Ja, die rekensom die ertussen zat, ja, die had ik zelf geopperd. En toen met puzzelstukjes werd weer een ander getal en nog een ander getal en een beetje geschoven. Totdat alle getallen samen op 11 uitkwamen. Want dat had ook vooral te maken met jouw werk, hè? Want je bent schooljuf? Ja, ik ben juf. Maar de cijfers die sloegen eigenlijk op allemaal dingen die te maken hadden met mij. 40 stond voor schoenmaat, 4 stond voor het gezin van 4, 3 stond voor groep 3 die ik lesgeef. Dus. Ja. Hoe gaan de kinderen reageren morgen? Ja, ik ben heel benieuwd. Doe je nog een pak aan morgen voor de klas? Nee. Oh, echt niet? Nee. Want? Nee, ja, dat wordt toch pas met carnaval komen we met haar op pak op school. Ja, groep 3, dan zijn ze ook niet te houden, denk ik, hè, de hele dag. Nee, en het is nou ook nog Sinterklaas dit weekend, dus dat is veel belangrijker. Volgend weekend, toch? Ja, dit weekend begint het allemaal. Oké. Ja. Dus dagelijks leven schooljuf. En jullie, Simone Giel? Ik ben landschapsontwerper. Ja. En daarnaast hopboer. Ja. En wat doe je als landschapsontwerper, ik vraag me? Het ontwerpen van een landschap. Pleinen. Ja, nee, dat is... Ja, ligt er ook al dik bovenop, eigenlijk. Ja. Goeie vraag, Tremels. Ja. Oké. En Simone? Ik ben ambulant begeleider bij Kentalis, dus ik werk ook in het basisonderwijs. En ik word ingeroepen op het moment dat er kinderen met taalontwikkelingsstoornis of problemen in de communicatie zijn. Ja. Dan kom ik om de leerkrachten te adviseren.
en om het kind te begeleiden. Goed bezig. Ja, top. Gevraagd dus augustus ongeveer, dan begint die hele tijd van geheim houden. Hoe gingen jullie eraf, Giel? Nou, september ging dat heel goed af, want dan ben ik alleen maar met de oogst bezig. Ja. Dus dan heb ik nergens anders tijd voor. Ja. En eigenlijk is pas sinds het prinsenspeuren dan begint en de aanwijzingen komen, dan wordt het spannend. En dan moet je erover na gaan denken hoe je gaat reageren op mensen. Ja, ja. En hoe bereiden wij je daar dan op voor? Want bedoel, jullie werden vaak genoemd. Ik denk als je dan in Terp komt of waar je dan ook komt, dat mensen hey, Giel, prins. Ja, de ene keer zeg je ja, dat klopt, ik word prins. Ja. En de andere keer ontken je het. Ja. Dus net welke persoon, welke vragen. En vond ik het lastig, Simone? Nee, ik vond het leuk. Ja? Die speelt toneel, hè? Oh ja, dat is waar. Nee, ja, dat is ook een spelletje, hè? Een beetje inderdaad meepraten. Soms dan word je, ik denk, zei ik op een gegeven moment, dat Giel gewoon ja heeft gezegd. Want als ik die hints lees, denk dat Giel het wordt, alleen dat ik het gewoon nog niet weet. Het moet wel, ja. En jij, Sanne? Het ging goed. Het ging me goed af totdat de speelers langskwamen. Toen vond ik het toch wel spannend worden. Ja. En gisteren hadden jullie ook nog een aardig probleem, geloof ik, met, want eigenlijk hadden ook een lange bom gemoeten. Ja, bij ons zat er nog één in de vriendengroep. Ik stuurde een berichtje naar de vriendengroep en toen kreeg ik een appje terug. Goh, kan ik je even bellen? Toen bleek er 2-1 vriendengroep te zijn, ja. Ja, Koen Nooyen naar in Langeboom zit in jullie vriendengroep. Ga je in Wilberdorp naar... Hoe ga je dat doen met de carnaval in de vriendengroep? Ja. Die moeten het verdelen, gewoon in één, gewoon in een ander. Nee, ja, dat komt vast wel goed. Ja, maar er was gisteren wel even een dingetje van hoe gaan we dit nou weer doen? Ja, gelukkig kwamen ze in Langeboom een uur eerder uit, dus de vriendengroep kon rijden. Ja, super. Gisteravond, hoe gaat dat dan, zo'n laatste dag? Jullie zaten in, waarom zat trouwens in die kroeg in Volkel? Daar is het altijd Boeren Zeskamp. Ja. En daar doen we elk jaar aan mee, dus dat was een hele goede smoes om dit jaar ook naartoe te gaan. Ja. En ja, anders zit je zenuwachtig thuis. Ja. Maar hoe zag de dag van gisteren er dan verder uit? Want wanneer gaat het zeggen tegen wie? Dat kun je misschien beter... Ja, Simone? Ja, we hebben het vorige week mijn ouders al verteld. Mm-hmm. En die waren dol enthousiast. Maar die zeiden van, om mijn broers en zussen het ook te vertellen... zeiden ze van, nou weet je wat ik doe? Ik ga in ieder geval zeggen dat ze oppas moeten regelen. En dan denken ze waarschijnlijk dat wij boerenbruidspaar, want bij de Boeren Zeskamp wordt het boerenbruidspaar bekendgemaakt. Okay. Ja. Dus die dachten tot gisteravond 10:30 dat ons pappels man boerenbruidspaar waren. Ja. Alleen toen werden ze opgehaald en toen moesten ze naar Wilberdorp toe. Ja. Toen werd ze dus ook genoeg. En bij jou, Sanne? Bij jullie thuis, wisten ze het al vroeg? Ik heb het donderdag thuis verteld. Ja? En tegen papa en mam en broertje en de vrienden heb ik vrijdag op de hoogte gebracht. En de laatste vriendinnen die vrijdagavond nog gingen stappen, heb ik zaterdag pas een berichtje gestuurd. Ja, top. En jullie Stef, Giel? Ja, onze Stef die is momenteel voor de vierde keer prins. Ja? Ergens. Dus die treedt in januari af. Dus we zijn nog als twee broers samen prins. Ja. En die hebben het dus gisteren pas om 9:00, toen hij terugkwam uit Volkel, verteld. Was je er trots op? Ja, hij zei dat hij het al wist. Ja. Maar toen moest hij ook zijn telefoon even inleggen. Ja, dat kan ik. Ja, want dat was een aanwijzing bij jullie, geloof ik, dat hij er verstand van had. Dat geldt dan ook voor jullie, Stef, die wist. Ja, zeker. Ja, top. Ja. Want wat sloeg die verder op, die aanwijzing? Toen de vader van Simone prins was, die had ook als... als hint, hij had er verstand van. Hmm. Want hij was pieperboer in het pieperland. Okay. En ik, hopboer. En dat sloeg weer op biertje. Dus jullie hadden er verstand van. Wij hebben er verstand van. Sowieso verstand van, ja. Gisteren verschenen. Hoe ziet jullie agenda er nou uit? Want het over een goede 3 maanden is het al vol op carnaval. Want wat is het? Zondag de 11e februari is carnaval. Dus over een maandje of 3, dan ben je er overal vanaf. Maar hoe ziet jullie seizoen eruit? We hebben ons nog niet super in verdiept. Maar de agenda zit in ieder geval vol. Ja, dat geloof ik. Alle datums staan er al in. En dan past er niet heel veel meer tussen. Dus dat wordt vol agenda, lekker druk. Ja, want het begint zo meteen al met serenade, geloof ik. Ja, dadelijk om 1:00. In het Wilberdorpse. Ja. Wat vind je het mooiste, Simone, als je door het hele programma heen kijkt? Waar verheugde je het meeste op?
Gewoon veel plezier maken samen met iedereen. Ja. Niet een bepaalde carnavalsactiviteit. Ik zeg van ja, daar vind ik. Ik denk dat alles. Ik laat het ook over me heen komen. Ik ga het wel zien. Iedereen zegt het ook, geniet ervan. Dus ja. Dat probeer ik ook lekker te doen. Ja. En jij, Sanne? Ja, ik heb al een aantal jaren mee mogen draaien met de dansgarde en de raad. En ik heb wel mee mogen maken dat de recepties altijd echt super leuk zijn. Dus daar kijk ik wel naar uit komende weken. Goed zo. Wanneer is jullie receptie, Giel? De 25e. 25 november. Ja. Dan dus iedereen even in de agenda zetten. Dat doen wij. Ja. Ik word al gecomplimenteerd van achteruit. Ja, heel goed. Ja. Nou, dat is heel zeker. Top. Ja, nogmaals, ik wil jullie van harte feliciteren met jullie uitverkiezing. En ja, het lijkt mij altijd het leukste om af te sluiten met jullie lijfspreuk. Want die zal er nog wat vers in zitten, toch? Zeker. Ja. Ja. Laat horen. Met piepers en hop is carnaval top. Dankjewel. Dat gaat een leuke carnaval worden. Ook namens ons veel plezier. En alle